De afgelopen weken hebben we maar liefst 225 wandelaars mogen begroeten die samen met ons de langste nachtwandeling hebben gedaan. En daarmee werd het echt onze allerlangste nachtwandeling. We hebben beloofd jullie allemaal nog de foto's toe te sturen, maar we dachten het is veel leuker om een van de verhalen die we niet met jullie konden delen over de nacht alsnog in een filmpje te verpakken. En daarom hebben we jullie deze donkere nacht meegenomen naar de Observant. En vanaf hier wordt er al eeuwenlang over Amersfoort gewaakt. Ooit natuurlijk klooster de Observant, waar ze geestelijk over ons waakten en over onze zielenheil. En daarna is het heel veel verschillende bestemmingen geweest. Maar onder andere allemaal locaties waar over gewaakt werd. Allereerst de Schuttersdoelen. Amersfoort had natuurlijk geen echte politiemacht. En in plaats daarvan moesten de burgers hun eigen stad verdedigen. Maar ja, een gemiddelde timmerman of bakker die wist niet hoe hij met wapens moest omgaan. Zo moest hij oefenen. En daarom was er op het terrein hier, waar nu de parkeerplaats is tegenwoordig, een grote schietbaan ingericht. En daar konden ze oefenen met de wapens. En er waren doelen waar ze op moesten schieten. En na afloop van de training konden ze een pilsje drinken in hun clubhuis, een biertje. En dat was natuurlijk alleen na afloop, als het allemaal goed was gegaan. En we hebben ook een afbeelding daarvan. Uit 1759. Dit terrein is dus nu de parkeerterrein. Dit is de Observant. En hier zie je in de verte letterlijk de doelen staan. In later tijd, misschien dat enkele van jullie oud-Amersfoort dat nog wel weten, is het ook de brandweerkazerne geweest. Dus van de nachtwakers van de schutterij ging het naar de brandweerlieden. Dit is een foto van ruim 100 jaar geleden. En hier zie je ze met hun ultramoderne bluswagen. En als het goed is hebben jullie allemaal gehoord hoe de torenwachter, de brandwachter op de Joriskerk post vatte. En vanaf het moment dat de telefoon werd geïntroduceerd, namen deze mannen het over. Vanaf 1910 ongeveer, in hun brandweerwagen. Dat is voor deze keer het laatste verhaal nu echt wat we met jullie willen delen. En hou onze publiciteit in de gaten. Volg ons op Facebook om te zien waar onze volgende wandeling over gaan. En we hopen jullie opnieuw te mogen begroeten. Dankjewel.